Welkom in de cateringruimte van restaurant Freud. De keuken boven was bezet, dus ik sta vandaag even hier. Ik ga maken shakshuka. Dat is een ontbijt, lunch, maar je kan het ook nog 's avonds eten. Gerechtje wat ze in het Midden-Oosten veel eten, Israël en al die landen daaromheen. Tomaten, paprika's, lekkere specerijen. Dit is een recept van Yotam Ottolenghi. Dat is een Israëlisch-Engelse kookboekschrijver, heel beroemd. En dat is een hele lekkere versie. Dus ik hoop dat jullie dit ook allemaal maken. Het is niet zo moeilijk en zeer smaakvol. Voor dit gerechtje hebben we nodig 2 paprika's, een ui, wat eitjes. Ik heb verse koriander en peterselie en een beetje tijm. Dan een blik gepelde tomaten, wat épice bharat, maar je kan ook cayennepeper nemen of pittige paprika poeder als het maar een beetje spicy is. Wat olijfolie, daar hebben we zout en peper, wat komijnzaad, een laurierblaadje en een beetje suiker. En misschien heb je ook nog een beetje water nodig, maar dat heb je wel. Oké, ik heb hier een koekenpannetje en ik heb wat komijnzaad, dus het hele zaad. En ik doe daar... Nou, ik hou er wel van. Ik doe gewoon lekker een volle eetlepel daarin. Dat gaan we even een beetje laten roosteren. Dan komt er extra veel geur en smaak vrij. Dus altijd lekker met je specerijen. En dan gaan we daar dadelijk de uien bakken. Ik heb die uien vrij grof gesneden, zie je. Dus je hoeft niet heel petiterig snijwerk te doen. En ook de paprika heb ik best flinke repen. Dat gaat straks allemaal een kwartier, 20 minuutjes pruttelen. Dus dat wordt echt wel zacht. Dus je hoeft het niet heel fijn te snijden. En verder hebben we dan nog wat takjes tijm. Die ris ik dadelijk zo die blaadjes eraf naar boven. En ik heb hier de peterselie en de koriander. Die heb ik ook grof gehakt. Dus het is vandaag makkelijk wat snijden betreft. Dus dat is weer fijn. Het pannetje moet even heet worden. En dan zie je dadelijk die komijnzaadjes zo omhoog springen. Nou, dan is het goed warm. En dan gaan we verder met de volgende ingrediënten. Dus de olijfolie en de uien. En dat mag dan even lekker bakken. 75 ml olijfolie. Doe ik erbij. En dan mijn ui. Ik heb een gele ui, maar als je een rode ui hebt is dat ook goed. Dus die gaat erin. En dit gaan we ongeveer 5 minuten laten doorbakken. Even een beetje roeren. En dan gewoon 5 minuutjes even geduld. Na 5 minuutjes zijn die uien een beetje zachter en een beetje glazig. En dan zijn ze klaar om de paprika's erbij te krijgen. Ik heb een gele en een oranje. Je kan ook rood. Ik zou niet groen doen. Groen is toch een beetje onrijp. Dus dat is toch iets minder lekker voor dit gerecht. Paprika's gaan erbij. Ik doe er wat verse tijm bij. Dan trek ik gewoon zo die blaadjes eraf. Die ga ik verder niet hakken, want die zijn al klein. 1, 2... Het zijn vrij lange tijmstokjes, dus ik denk dat 2 genoeg is. En dan heb ik dus de koriander en de peterselie, mag erbij. Een laurierblaadje en 2 schepjes suiker, 2 theelepels. Rietsuiker erbij. Nou, dan mag het vuur wel ietsje hoger, want het mag wel even lekker bakken. Scheppen we dat even door. En dan moet dat zo al, even af en toe een beetje scheppen, maar een minuutje of 8 tot 10 weer lekker bakken. Dus ik zie jullie zo. 4 rolletjes maken.
voor zover mogelijk. Dat gaat niet zo heel goed, maar een klein beetje ruimte maken. Het vuur nog even wat lager. Want nu gaan we hier 4 eitjes bakken. Ik doe dat eitje even in een glaasje. En dan giet ik het in zo'n molletje. Nou, misschien is dat eigenlijk niet nodig. Ik kan het ook gewoon zo. Ook prima zo. 3. Hier is het een beetje verdwenen, het gaatje. Zo. Heb je natuurlijk nog even tijd nodig omdat die eitjes moeten garen. Dus ik doe daar een klein beetje zout op. Zo. En dan staat het vuur dus vrij laag, want het moet even stollen en je wil niet dat het allemaal aanbakt en zo. En nou ja, ik vind het lekker als dat geel nog een beetje zacht is, maar dat wit moet natuurlijk wel een beetje gestold zijn. Je kan dat wit ook een klein beetje door die saus verder roeren, dan gaat dat iets sneller. Dus gewoon met een lepeltje een beetje dat wit zo, dat eiwit een beetje verdelen. Nou, en dan verder laat je dat weer een minuutje of 10 met rust. Ondertussen bak je lekker broodje af of je roostert wat broodjes. En dan heb je gewoon een hartstikke lekker, nou ja, een beetje verlaten ontbijt, zou ik zeggen. Weet je, zondagochtend om een uurtje of 10:30. Heerlijk. Nou, shakshuka. Je kunt het variëren. Je kan natuurlijk andere groenten bij doen. Dat is ook leuk. Maar dit is wel een hele bekende versie. Dus het lijkt me hartstikke leuk als jullie dat gaan proberen. Ik laat zo nog even zien hoe het geworden is als het helemaal klaar is.